Wat is het geheim van Mart Smeets? Mag ik dat zeggen? Ik ga iets gek zeggen en ik ga een naam noemen. Wat Johan Cruijff is voor de voetballerij, is deze man voor de sportjournalistiek. Je bent er dol op of je hebt er een hekel aan. Wat is het geheim van Mart Smeets? Wij gaan zo direct de laatste etappe meemaken. De Tour de France, het is chaos. Deed het graag voor u. De Tour zit erop. Wij gaan naar andere tijden. Mart heeft passie voor datgene wat hij vertelt. Hij is enthousiast en dat slaat over op het publiek. Daarom blijft hij mensen boeien en daardoor wil je er meer van weten. Engelsen noemen dit be the argument, geloof in je verhaal. Mart heeft een onmetelijke kennis van sportevenementen. Of het dan gaat om wielrennen, basketballen of schaatsen, Mart heeft er verstand van. Sneller dan een smartphone kan hij allerlei weetjes, feiten en uitslagen noemen van sportevenementen van de laatste 50 jaar. Mart heeft in de loop der jaren een geheel eigen stijl ontwikkeld. En of je er nu veel verstand van hebt of weinig, je blijft kijken, het blijft mensen boeien. Het zijn klassiekers als, hebben we nu goud verloren of brons gewonnen? En wij, gewone mensen, weten helemaal niets van schermen, kleiduiven schieten of onderwaterhockey. En natuurlijk, mevrouw van Zetten uit Tiel moet het ook kunnen begrijpen. Ik ga hier een streep onder zetten. Ja, dat mag ik zeggen. Chapeau, het was mij een grote eer. Thank you.